Hallo, dit is mijn gezin. Mijn partner en ik hebben samen 2 kinderen. We zijn al lange tijd samen. We hebben elkaar ontmoet bij de tennisvereniging en we waren op slag verliefd op elkaar. Mijn partner heeft sinds een tijd eigenlijk een ander, namelijk verslaving. Verslaving komt vaak tussen ons in te staan als we samen zijn. Mijn partner vergeet vaak onze afspraakjes. Mijn partner presteert slecht op het werk. Mijn partner is niet meer bezig met hobby's. Mijn partner verspilt ons geld. Ik heb het gevoel dat mijn partner geen oog meer heeft voor mij en de kinderen. De laatste tijd is mijn partner er niet meer bij als we iets leuks doen. Thuis zie ik dat mijn partner vaak met verslaving is. Ik voel me gekwetst. Het maakt me boos. Ik zie dat verslaving niet goed is voor mijn partner en ons. Dat doet pijn. Ik probeer dat duidelijk te maken. Mijn partner luistert niet naar mij en trekt nog meer op met verslaving. Zelfs vrienden sturen berichtjes om te vragen wat er aan de hand is met mijn partner. Ze zouden met elkaar op pad gaan, maar mijn partner is niet komen opdagen. Ik heb de vrienden maar verteld dat mijn partner het druk heeft op het werk. Ook al weet ik dat verslaving bij mijn partner is. Ik schaam me. Ik wil zo graag dat mijn partner weer de oude wordt, maar ik weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Ik geef bij mijn partner aan dat ik mij machteloos voel tegenover verslaving. Als ik het gesprek met mijn partner aanga, zeg ik dat verslaving mij dwars zit en steeds meer tussen ons in komt te staan. Maar mijn partner geeft aan dat de relatie met verslaving erg sterk is. Ik heb er zelfs wel eens over nagedacht om mijn partner te verlaten. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien in een gescheiden gezin. Ik ben informatie gaan opzoeken omdat ik niet goed weet hoe ik met deze gedachtes en verslaving om moet gaan. Ik vond een cursus bij de verslavingszorg. Deze is speciaal voor familie en naasten van mensen met een verslaving. Ik ga naar de cursus. Ik herken het verhaal van anderen in de groep. Ik merk dat ik niet de enige ben die mij schaamt als mijn partner met verslaving is. Ik voel me gezien. Ik leer tijdens de cursus hoe ik met mijn partner en verslaving kan omgaan. Ik leer op een andere manier op mijn partner te reageren. Ik leer dat ik goed mijn grenzen moet aangeven. Dat vind ik moeilijk, want ik wil mijn partner zo graag helpen. De cursus maakt voor mij duidelijk dat ik aan mijzelf en aan de kinderen moet denken. De gespreksgroep maakt voor mij duidelijk hoe ik mijn partner kan helpen hulp te zoeken. Ik zeg nu dat ik de zorg voor mijzelf en de kinderen voorop stel. Ik laat geen afspraken meer gaan vanwege mijn partner en verslaving. Wij ondernemen uitjes zoals we altijd al deden, of mijn partner daarbij is of niet. Ik wil graag dat mijn partner meegaat naar deze uitjes. Ik zeg dat mijn partner mee mag, maar zonder verslaving. Ik zie dat mijn partner schrikt van de grenzen die ik stel. Maar mijn partner accepteert mijn grenzen. Ik zie dat mijn partner weer plezier in leuke dingen krijgt. Ik vertel tijdens een volgende bijeenkomst in de groep over de kleine stappen die ik met mijn partner heb gemaakt. Ik krijg de plezierige activiteitenlijst mee om samen meer leuke dingen te doen. We tennissen weer samen en we maken samen wandelingen. Ik zie dat mijn partner dit fijn vindt. Hier worden we beide blij van. Het vertrouwen tussen mij en mijn partner moet groeien en dit gebeurt beetje bij beetje. Ik heb meer begrip voor mijn partner en verslaving gekregen. Daardoor heb ik meer rust. Ik merk dat de band tussen mij en mijn partner weer steeds sterker wordt en dat verslaving minder vaak tussen ons komt. Soms vind ik het lastig om positief te blijven. Dan weet ik dat ik niet alleen ben. Ik kan terecht bij andere mensen. Samen staan we sterker.